De debattenserie De Economische Dialoog, die in aanloop naar de verkiezingen wordt gehouden, is gisteren begonnen. De organisatie ligt in handen van de Vereniging van Economisten in Suriname, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de ICT-associatie Suriname. De spits is afgebeten door de politieke partijen NPS, DOE en A20. Het debat is online en via televisie uitgezonden. De deelnemers deelden hun inzichten over hoe zij de komende 5 jaar, indien zij aan de macht komen, de economie van Suriname zullen herstellen. Het herstellen van dus het economisch klimaat, de economische bedrijvigheid in Suriname, gaan we dus laten plaatsvinden langs 5 speerpunten. We beginnen met het integriteitsherstel, dus de wederopbouw van onze strategische instituten en aanpassing van gerelateerde wetgeving, fiscale stabiliteit, monetaire stabiliteit, een sterke en gezonde financiële sector, duurzame economische groei. Wat hebben we de afgelopen 10 jaren meegemaakt, is dat hele belangrijke instituten van ons land eigenlijk zijn uitgehold door de huidige regering. We kennen het debakel op de centrale bank. Wij hebben in ons economisch plaatje een aantal zaken aangehaald die wij uit de samenleving hebben gehaald. Zoals ik al zei, het is geen totaalplan, maar een aantal zaken waar wij het idee hebben dat als je praat met mensen op straat, in het bedrijfsleven, met studenten, met jonge mensen, ook met oudere mensen, is dat er een aantal zaken zijn, en ook kijkend in de wereld natuurlijk, van die wij zouden kunnen oppakken en die zouden kunnen bijdragen aan een duurzame economische basis voor ons land. Dat waren Damien Quintiers van de NPS en Rocher Cameron van DOE. Omaira Bijlhout van A20 zei dat haar partij gaat voor productie, diversificatie en de aanpak van de werkgelegenheid. Met name de agrarische sector. Waar A20 dus is blijven stilstaan, is dat we dus willen gaan doen aan de groenteteelt, fruitteelt en met name kassenteelt. Je zou ze wel afvragen en denken van ja, groente groeit op elk erf, fruit of fruitboom groeit op elk erf. Maar als we dus praten over een kassenteel, dan wil dat dus zeggen dat wij die dure aardbeien niet meer hoeven te kopen in de winkels. Derp hij zei die naar boven. Dat betekent dat wij dus in staat zullen zijn om deze vruchten zelf te gaan produceren. Ik denk aan de pluimveesector. Dat we dus aangeven dat wij onze hele Surinaamse kippen niet meer hoeven te importeren. Surinaamse kip is van Suriname. Dat betekent dat we dus geen buitenlandse kip meer zullen hoeven te importeren. Wat dus een beetje zal gaan leiden tot besparingen. We denken zelfs aan het maken van voer, zelf maken van voer, wat dus een beetje de werkgelegenheid zal gaan beïnvloeden. En dat is waar A20 voornamelijk naar uitkijkt. Wij willen ervoor zorg dragen dat de bevolking weer actief is en gaat werken, de armen gaat gebruiken en gaat stoppen in de productiesector. Omaira Bijlhout van A20, gisteren tijdens het eerste politiek debat, georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de ICT-associatie Suriname.